In deze video een samenvatting van deel 3 van mijn solo fietsreis naar Santiago. Ik ben inmiddels 15 dagen onderweg en heb al 1250 fietskilometers in de benen zitten. En je treft me ter hoogte van Limoges en de etappes 14 tot en met 20 in deze video. Die gaan dus door Zuid-Frankrijk op weg naar de Pyreneeën. Mijn naam is Rita Vaassen en ik ben yogadocent en het is mijn missie om mensen soepeler in het leven te laten staan, met meer plezier te laten bewegen. Ik gebruik deze 40-daagse sabbatical om zelf van buiten naar binnen te gaan. Ter hoogte van Limoges hebben Ron en ik, mijn vriend en ik, elkaar getroffen en ik heb lekker even in de comfort van een camper kunnen bijkomen. We hebben samen een rustdag mogen beleven. Mijn solo fietsreis gaat vanaf hier weer verder. Het worden mooie etappes, maar vooral ook hele pittige etappes met veel regen, klimwerk en ander soort ontberingen en ontmoetingen. Zullen we ruilen? Jij hebt de fiets verder en ik met de camper. Ik weet wie er gaat huilen. Ja. We vertrekken. Ron met de camper en ik met de fiets. Oh, ik vind het echt lastig vanmorgen. Maar goed, ik heb A gezegd, ik ga B zeggen, ik ga weer fietsen. Dag! Ik zal even uit te hijgen. En ook te genieten van deze prachtige brem langs de weg. Het staat volop te bloeien hier. Ik ben nog geen 5 kilometer onderweg en ik heb al 3 kilometer moeten klimmen. De route is net gestart. Vandaag belooft droog weer te zijn. Dus dat is mooi. Ik ga verder met klimmen. De gestage klim van zo'n 3 kilometer. Op een gegeven moment buigt hij af naar een wat vlakker niveau. En blijven we hangen op 500 meter. En gaat de route door stadjes, dorpjes. Er is heel weinig aan voorzieningen onderweg. En pas na zo'n 30 kilometer kan ik mijn eerste koffiestop maken. Prachtig vergezicht, het kerkje daar bovenop nu. Dan kom ik vandaan fietsen. Mooie omgeving. Maar goed, ik moest wel. Je ziet het dal niet eens, daar naar boven. En dan gaan we nu verder. Op dit stuk weg waan ik me net in Zweden. Er zijn best wel veel van deze meertjes. Het is super stil hier. Ik zag net een hertje weg hoppen hier zo. Maar die was natuurlijk al lang uit beeld voor ik hem kon vastleggen. Het is wel heel erg afgelegen hier. Ik waan me af en toe net in de Tour de France. Zo mooi is het landschap waar ik doorheen mag fietsen. En dan volgt uiteindelijk een steile afdaling naar de plaats Utserge. En daar kan ik lekker nog even een broodje hamburger scoren. Een heel mooi oud stadje, Utserge. Laatste stukje, ik denk nog 3 kilometer. Ik heb net mijn regenpak een half uur geleden uitgedaan. Weer hangt er een dreigende lucht. Maar goed, er zitten ook hele mooie blauwe plekken. Nou, ik hoop dat ik nu zonder regenpak aan kan komen. Gelukkig mag ik hier naar beneden. Stijgingspercentage van 10% las ik net. Daar het dal. Het stadje waar ergens de camping zal zijn. De ochtend op tijd opgestaan. Het is gelukkig droog. En ik ben blij dat ik van deze camping weg kan. Want wat een vieze, saaie, natte bedoeling is het geweest.
Ik ga op weg naar de volgende stad en dat is Brieven. Ik heb gezocht op een winkel waar ze Apple spullen verkopen. Ik moet nieuwe earplugs hebben. Want ik ben er eentje verloren, die treinreis van een paar dagen terug. En dat is echt mijn steun en toeverlaten om te navigeren. Ik heb voortdurend een oortje in mijn oren om me de weg te laten wijzen door Frankrijk. Helaas, de speciaalwinkel heeft er niet, maar die stuurt me naar buiten het stadje 25 minuten fietsen heen. Maar ook weer terug. Terug in Brieven kom ik Steven tegen, een Belg die ook op weg is naar Santiago. En we drinken even samen een bakje koffie, wisselen wat gegevens uit en kletsen even bij. En dan gaan ieder ons eigen weg opnieuw. Een klimmetje. Laagste verzet. Met een gangetje van 9 km per uur. Deze berg op. Oh, dit wordt een hele zware etappe vandaag. Ik zit eigenlijk helemaal niet zo hoog. Het is 300 meter, dacht ik. Maar het is vooral, dat kan je misschien zien aan het landschap, heel veel klimmen en ook dalen. Ik denk dat ik daar naar die heuveltjes aan de overkant moet. Even weer zo'n stil moment waarin je krekels hoort. Typische Franse geluid. Het is nog droog. Dus bij dit geluid hoort natuurlijk ook een zinderende hitte. Maar die laat nog op zich wachten. Wel heel aangenaam stil hier. Tussen de beide klimmen in heb ik mijn sandwich gegeten. Dus voor deze klim was ik wel weer goed voorbereid. Genoeg energie. Maar het is inderdaad zo'n dag met alleen maar klimmen. Het kost een hoop energie. Maar ja, het is ook wel heel erg genieten van al die mooie stadjes en vergezichten. Waanzinnig mooi uitzicht. Het is super groen overal nog. Keihard werken, maar wow, wat is het mooi hier. Weer helemaal kunnen vertrouwen op het navigeren met behulp van Komoot, het oortje. Waarin ik alle opdrachten hoor, ga rechtdoor, ga linksaf. Ja, dat is toch wel weer een lekker relaxed fietsen. Ik kom de groep uit Nieuw-Zeeland, 4 mensen, net voorbij het stadje Turenne, achterop fietsen. Kletsen ook even bij. En het is een heerlijke afdaling, het gaat lekker hard, heel stuk. Zakken we af naar de rivier de Dordogne. Het is heerlijk, freewheelen naar beneden. De rivier de Dordogne. Prachtige plek. Er zit een kajakcentrum hier beneden. Ik kan me wel iets bij voorstellen. Dat je hier geweldig kan kanoën. Het is het laatste stukje klimmen. En rokken maar door. Als je het profiel ziet, dan is hij super, super steil. Dat is eigenlijk wel te doen. Want ik ben al 2 kilometer, denk ik, zo aan het klimmen. Ik heb hem op toer staan. Dus ik geef mezelf iets meer ondersteuning. En dit was het vierde knobbeltje. De vierde puist van deze dag, mijn benen. Wow. Rocca Maduro staat, voor wat ik gelezen heb, bekend om zijn geitenkazen. Dus, geitjes! Het
heeft net weer flink geregend en gewaaid. Ja, het heeft wel van alles, deze plek. Zelfs een binnenbadje. Maar ja. Na de bui besluit ik om toch nog even het stadje Rocamadour aan te doen. Dat betekent eerst flink dalen, daarna weer klimmen en in het stadje zelf ook al die trappen weer oplopen. Rocamadour. Heel veel trappen moeten klimmen om hierboven te komen. Het heeft heel hard geregend, maar wat krijg je dan? Deze fantastisch mooie regenboog. Nu nog de pot goud vinden. Wauw. Na deze kletsnatte nacht was ook het water helemaal doorgedrongen door alle lagen heen. Zelfs mijn luchtbed was nat. Ik besluit even te wachten met vertrekken. Even alles goed laten opdrogen. Dan met de fiets diezelfde afdaling maken die ik gisteren gelopen had. Door het dal heen naar de overkant. En daar weer klimmen naar boven. Dus niet bepaald een rustige warming-up vandaag. Gelijk weer volop in de pedalen. Daar gaat ie. Ja. Even een stukje filmen. Hou maar uw recht. En inderdaad, het is Steven uit België die ik eerder in brieven ook was tegengekomen. We zijn elkaar weer achterop gefietst en we besluiten de dag samen verder te fietsen. Ja, zo gaat dat. Je gaat allebei dezelfde kant uit, dus waarom niet gezellig een stuk samen fietsen? We kletsen wat, lunchen wat, fietsen wat en zo vervolgt de tocht vandaag. Ja, hè? Even een welverdiende pauze. Dit mooie plekje. Plaatsje ver. Schitterende Weidse rivier. Allemaal stroomversnellingen. Heerlijk. We steken de rivier de Lot over en komt opnieuw een hele steile klim. Maar dat biedt dan ook weer hele mooie vergezichten als we een keer boven zijn. Allebei even uitblazen en uitkijken en foto's maken. En zo komen we aan in de stad Cahor. Ook een oud pelgrimstadje met weer zo'n prachtige brug. We hebben daar even een drankje genomen en bereiden ons voor op het laatste deel van de tocht. En komen dan aan uiteindelijk bij L'Hospitalet. Dat is de plek die 4 kilometer vanaf de route is, want daar is pas een camping. Die hebben we kunnen reserveren, het plekje, zoals je ziet. En ook dat is weer een hele speciale belevenis. Zo moet ik naar het toilet en de douche. Oh, prachtig. Hier ligt mijn oplader van de fiets aan de elektriciteit. En hier kunnen we plassen, wassen, tanden poetsen, douchen. Ja, je gelooft het bijna niet, maar opnieuw deze nacht heel veel regen gehad. En oh, mijn tent, kijk nou toch. Drijf en drijfnat. Het is alsof ik in een plas water heb gelegen met mijn tent. Ah, kom aan. Ze zijn bij mij, heb je een andere foto? Oh, boei, ze zijn bij mij, hè. Merci. Hebben jullie zin in een kopje koffie voordat je vertrekt? Ja, natuurlijk kan je zo'n hartelijke uitnodiging niet afslaan. Dus we gaan gezellig nog even naar binnen. Het is een beetje een gevalletje boer zoekt vrouw. De man is al een end in de 70 en zijn moeder woont nog in huis. Dus een jaar of maar in de 90. Maar zo hartelijk. Het zijn de grote contrasten die deze reis zo super interessant maken. In het landschap, in de mensen. We komen de stad Moissac binnen. Ook in zo'n hele mooie pelgrimstad met grote kathedraal ook om te bezichtigen. Maar we gaan eerst even lekker op een terrasje een pizza gebruiken.
Na Moissac volgt een route langs het kanaal, zo'n 20 kilometer lang, kanaal Lateral à la Garonne. En ook hier beginnen de wandelaars samen met ons op te lopen. Een heel lang recht stuk, maar wel lekker vlak. Kijk op de video. Nou, wat volgt na deze pauze zijn nog een aantal heel pittige klimmetjes. Op weg naar Lectoure komen we zeker nog 3-4 stevige puisten tegen. Oh, mijn god. Nee, hè? Ik heb stevige ondersteuning. Het gaat mega stijl. We staan nu op EMTB. We gaan 10 km per uur omhoog. Even een afdaling en dan het laatste stukje. We hebben 85 km al in de benen zitten. Nog 15 te gaan. Deze prachtige camping is gewoon niet open. We hebben 108 kilometer gefietst. Over 3 dagen gaan ze open. Hij zegt, nu kan niet. Misschien gaat hij bellen. Kunnen we in een herberg weer terug naar de stad? 3 kilometer. Nee, is het 4 kilometer weer terug fietsen, bergje op. Dat kan dus ook gebeuren. Camping dicht. Pech. En zoals het dan gaat op een camino, komt alles weer op zijn pootjes terecht. De guide is vol, maar de eigenaresse heeft nog een vriendin en die heeft een kamer. En ze laten ons binnen, fietsen mogen binnenstaan. Kom maar een bakje koffie drinken, maak het jezelf comfortabel, neem een douche. En hier is het bed. En Steven gaat op de bank beneden liggen en ik heb lekker dit heerlijke bed tot mijn beschikking. Vandaag vroeg uit de veren. Ik heb een hele goede nacht gemaakt. Lekker geslapen. Gisteren hebben Steven en ik al besloten om ieder weer apart op pad te gaan. Ik drink nog een bakje koffie. Pak mijn fiets, tas ze er weer op en ga op weg. Het is fijn om weer in mijn eigen ritme te fietsen. Kennelijk doet me dat toch het beste. Ik heb goede benen vandaag. Het is niet alleen maar klimmen, maar ook heel veel dalen. Het gaat lekker hard. Het water is inmiddels flink naar beneden gegutst. De rivieren zijn overvol. Het schijnt ook het jaargetijde te zijn met heel veel overstromingen. Dat heb ik nog niet gezien. Onderweg heb ik een afspraak kunnen maken met de guide voor vanavond. Dus dat is lekker besproken. En bij een wasplaats, een lekker beschutte plek, neem ik mijn lunch. Gewoon brood met jam en mijn eigen gemaakte gemberthee. Ik zet lekker wat muziek op mijn oren en heel toepasselijk bij een lange klim klinkt de mantra Ho'oponopono met de tekst I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Met precies bovenaan dit beeld. In het stadje Marciac neem ik nog even een laatste pauze. Eet mijn appeltje daar op een heel gezellig plein midden in de stad. En daar kom ik Steven ook nog een keertje weer tegen. Dus we zitten nog even gezellig te keuvelen samen. En vervolgens het laatste deel. En zie ik het bordje. Departement des Hautes-Pyrénées. Dus ik ben zomaar in de Pyreneeën aangekomen. Nog een laatste rechte stuk. In Maubeuge. En daar is de guide voor vanavond. En surprise! Dus ben ik blij dat ik in deze guide ben. Lekker droog binnen en niet op een camping staan. Met deze regen. Ja. Gelukkig heb ik gisteren, voordat de bui losbarstte, even alles uit kunnen hangen, mijn tent goed kunnen laten drogen, nog een was gedraaid, in de droogtrommel kunnen drogen, dus alles is lekker weer schoon en fris als ik op pad ga.
En het is nu nog even een vlak stuk om Maubeuget te verlaten. Maar na die rotonde begint een hele stevige klim. En je ziet het nog niet zo omdat de wolken ervoor hangen. Maar daarachter liggen de Pyreneeën. Dus het is nu echt heel dichtbij. Ja, van die hobbel kom ik af. Ik heb nog maar 4 kilometer op de teller staan. En ik heb nu al 150 meter geklommen. Oh, ik zweet nu mijn regenpak uit. Drupt een beetje. Ja, en hier naast me die hond. Maar gelukkig achter het gaas. Hier geen bakstenen om de huizen te bouwen. Deze stenen zie ik ook gewoon hier in het veld liggen. En zo worden de huizen hier gebouwd. Een rijtje stenen, een beetje cement. En ook weer hier. De stilte en het water wat daar kabbelt. Het is heel erg nat in het land. Dit klimmetje is op Rue de Saint-Jacques de Compostelle. Nou, hoe toepasselijk. Hier wordt aangegeven dat er een plek is om te overnachten. Aquil Pellerin. Dit is de plek van de burgemeester. Dus hier kunnen pelgrims voor aankloppen. €18, zie ik. Je kunt ook kamperen, douche en toilet. Zo worden we aangegeven onderweg. Helaas, het is toch weer gaan regenen. Ik dacht dat ik tussen de buien door kon fietsen. Het is niet anders. Volgens mij is het een klein buisje. Het duurt niet zo lang. En dan komt de zon. Nog even het stadje La Seube doorfietsen. Dit kan dus ook gebeuren. Een hele kudde schapen, ja, die hebben voorrang. Oloron Sainte-Marie is een heel oud stadje. Dat is eigenlijk de grootste, laatste pleisterplaats voor de pelgrims de Somportpas over de Pyreneeën pakken. Naar het Spaanse Jaca. De Notre-Dame in Oloron. Schitterende muurschilderingen. Hier nog een keer die kolkende massa water. Ze weten de heren in Oloron ook elektriciteit uit op te wekken. Al om 2 uur fiets ik de camping op, heb ik de 90 kilometer erop zitten met 1100 hoogtemeters. Maar Ron is daar ook, dus we hebben lekker samen de tijd om een dagje uit te rusten. En gaan romantisch bij McDonald's een hapje eten. We gebruiken de ochtend om nog even samen de stad Oloron te verkennen. Het is echt de moeite waard om daar eens even lekker doorheen te struinen. Het stadje Oloron, Sainte-Marie, helemaal achteraan de besneeuwde toppen van de Pyreneeën. En die zijn nu gewoon, ja, daar ook wolken, dat zijn geen besneeuwde toppen. Maar goed, de Pyreneeën liggen achter deze stad. Dat staat me nu te wachten. En daar ga ik de grens over naar Spanje. We hebben zowel de fiets als de camper in het stadje geparkeerd. Ik heb inmiddels besloten om de tent en alle kampeerspullen weer mee te geven aan Ron. Vanaf nu ga ik niet meer kamperen, maar pak ik alleen nog maar gietes, hostels en hotels. We nemen nog even een pauze, samen even een bakje koffie en nog even wat eten.
En dan pak ik mijn spullen weer in, de fiets weer klaar. En gaan we ieder ons weegs. Gezellig een dagje samen geweest, maar dag! Ik heb voor vandaag nog 70 kilometer voor de boeg, maar toch ook aardig wat hoogtemeters. Onder de Pyreneeën langs, van Oloron naar Saint-Jean-Pied-de-Port. Het eerste stuk is nog aardig vlak, maar dan een enorme puist. Ik ben met een lange klim bezig. 5 kilometer. Met een stijgingspercentage van 10%. Naast me Pyreneeën, waar ik nu echt keihard op afsteven. Gaaf, einde van het tweede boekje. Op naar Saint-Jean-Pied-de-Port. Joehoe! Bijna 500 meter geklommen. Ja, ik ben niet vanaf nul gegaan, dus over deze top is 500 meter. Wat een prachtig uitzicht. I did it! Als ik hier zo fiets en lekker met een afdaling bezig ben, dan realiseer ik me eigenlijk, ik ben gewoon op mijn eigen fiets heel Frankrijk doorgefietst en op weg naar de Spaanse grens. Ik kan het bijna niet bevatten. Ze worden een beetje overwhelmed en krijgt daar mega veel energie van. Dus op naar de laatste stop in Frankrijk. Saint-Jean-Pied-de-Port is voor heel veel pelgrimgangers het begin van de Camino. En hier zit ook een groot hoofdkantoor als het ware, waar je allerlei informatie kan opdoen en je paperassen kan regelen. En hier op de kaart zie je de blauwe route is die ik zo dadelijk in Spanje ga afleggen. Dus van oost helemaal naar west, naar Santiago. Dit is waar ik vannacht overnacht. Dit is de Chanel. Mooi pandje. Mooi straatje. Het is een en al gids hier, plekken waar je kan overnachten, maar ze zijn heel snel volgeboekt. Ik bezoek de kathedraal in het stadje. Het is vandaag de sterfdag van mijn vader, een jaar geleden. Dus ik besluit om hier een kaarsje op te steken voor mijn vader en mijn broer die een jaar daarvoor is overleden. En dan om 7:30 begint het ritueel bij de albergue. Een hele mooie warme ontvangst door de eigenaar met een drankje. Maar ook met een ceremonie die echt heel fijn is. So it's trust, conviction, passion, all that for your Camino. Okay? Nou, dat waren ze dan. De etappes 14 tot en met 20. Het hele Zuid-Franse deel tot aan de Pyreneeën. Ik had het voor geen goud willen missen. Ook al was het keihard werken, enorm afzien. En heb ik ook echt wel een jasje uitgedaan. Dankjewel voor je interesse. Vind je het leuk om de reisverslagen te lezen in Polar Steps? De link daarnaartoe vind je in de beschrijving onder deze video. En ik rest alleen nog met te zeggen, don't worry, bike happy. Dit shirt heb ik inmiddels al gekocht in Santiago, want ik heb de reis volbracht. Tot in de volgende video, deel 4, het Spaanse deel. Dag!